De Surinaamse Surface Station Exploitantenbond, SSEB, heeft besloten om voorlopig niet in staking te gaan. Tijdens een algemene ledenvergadering hebben de pompstationhouders de regering 2 weken de tijd gegeven om tot een oplossing te komen. Dit is nodig vanwege de aanhoudende discussie over de winstmarges op brandstof. SSEB-voorzitter Guno Kastelen heeft aangekondigd dat de pompstations voorlopig open blijven. Volgens Kastelen streeft de overheid ook naar een duurzame en structurele oplossing voor de huidige problemen. De pompstationhouders vragen al enige tijd om een verhoging van de winstmarges op brandstof. De recente verhoging van de government take op brandstof heeft de inkomsten van de service stations echter verder onder druk gezet. Daarnaast zijn de operationele kosten en lonen gestegen, wat heeft geleid tot de sluiting van enkele stations. De SSEB zal de minister op de hoogte stellen van de resultaten van de vergadering en aandringen op de start van gesprekken en onderhandelingen over de financiële cijfers.